Hallo? Een heel goede morgen met Wil van Delft van het programma Delft Blauw. Hallo? Hallo, hoort u mij? Ja. ik spreek met Wil van Delft en u bent uitgenodigd hier in het programma duo Atja Nomi Duo. Ja. Atja Nomi Duo, eventjes voor de luisteraars, vertel eventjes, hoe zijn jullie samengekomen? Dat is eigenlijk een vrij grappig verhaal. Ik ben eigenlijk gecontacteerd geweest via mijn leerkracht op school. Yeah. Om voor Adriaan te gaan inzingen. En daarna, toen ik de eerste versie van het nummer doorkreeg, hoorde ik dat er een ander meisje bij was, die ik niet kende. En blijkbaar heeft Adriaan haar gevonden via haar op tv te zien, op blokken. Ja. Dus wij kennen elkaar helemaal niet daarvoor. Als ik het goed begrepen heb, ben ik geïnformeerd door de promotie. Is dit eigenlijk het eerste radio-interview, klopt dat? Wat? Is dit het eerste radio-interview, klopt dat? Ja. Een beetje verlegen, hè? Maar dat maakt niet uit, hoor. We helpen er wel doorheen. We doen het rustig aan. Ja? Ik versta je niet altijd heel goed, sorry. Ja. Maar ik spreek met Emilia. Emilia, hè? Ja, ja, Emilia. Ja. Wie is voor jullie de oudste? Wie is voor jullie de jongste? Ik versta je echt niet, sorry. Zeg, wie is van jullie de jongste en wie is van jullie de oudste? Ja. Ik ben maar 19 jaar oud. Aha. En dus op een gegeven moment gaan jullie muzikaal samen. Je kiest dan op een gegeven moment voor een oude klassieker van Paul McCartney. Waarom hiervoor gekozen? Adriaan is met ons met dat idee gekomen. En wij vonden het allebei wel een heel mooi nummer. En dan de bewerking van Adriaan zelf vonden wij ook heel mooi. Dus daarom. Ja. Maar goed, je had voor hetzelfde. Je had ook een andere klassieker kunnen pakken. Maar deze Mull of Kintyre is toch, vind ik persoonlijk, moeilijk om dat nummer te bewerken. Of vind je dat zelf niet? Ja, toch wel. Maar ik vind het wel echt heel leuk wat hij ermee heeft gedaan. En zeker ook omdat we met twee zangeressen zijn. En dan al de stemmen die wij hebben ingezongen, dat zorgt toch ook wel echt voor een hele mooie dimensie dat zo het nummer heel mooi ondersteunt. Ja. Is dit de entree voor jullie dat we meer gaan horen van jullie samen? Dat is momenteel de bedoeling. Je moet er belachen, hè? Je moet er belachen, dat maakt niet uit. Maar in het dagelijks leven, wat doen jullie in het dagelijks leven? Ik zelf studeer nu op de hogeschool. Ik doe mijn eerste jaar kleuteronderwijs. Ja. En Bettina werkt. Ik volg qua muziek volg ik ook wel nog altijd klassieke zangers op de academie. En ik zit ook in een koor, dus dat helpt allemaal natuurlijk. Oh, dus jij doet klassieke zangles en je bent eigenlijk aan het studeren om straks onderwijzeres te worden? Ja. Aha. Nee. En hoe zijn de reacties tot het uitbrengen van dit nummer, Mull of Kintyre? Momenteel, zeker van mijn naaste omgeving, is iedereen echt heel erg positief. Ja. En ik merk ook wel via zo Instagram en Facebook en ook vooral op YouTube dat de laatste tijd de views toch wel heel erg naar boven gaan. Dus ik denk dat alleen maar goede dienst betekent. Ja, het is weer anders. Hè? Het is weer voor de oudere luisteraars, die kinderen het oude, maar het is weer verfrissend. Het is anders. Dus op zich niks verkeerd mee, hoor. Daar hoor je mij niet over klagen. Ja. Maar goed, dit nummer is nu uit. Dus je weet nog niet of dat er hier een vervolg op komt. Sorry? Je weet nog niet of dat hier een vervolg op komt. Dat hangt een beetje af van hoe dat dit ontvangen wordt bij het publiek. Ja. Als er een grote positieve reactie is. Ja. Hopelijk dat we er dan verder mee gaan, maar dat hangt wel
af van het publiek. Maar we proberen toch wel wat met projecten bezig te zijn. Ja. En dan vraag je, als je zit te kijken naar die foto, die hoesfoto van het nummer, is een mooie foto. Die is ergens in de studio gemaakt, of niet? Ja, die is. Die foto's zijn genomen toen we de videoclip zelf ook hebben opgenomen. Okay. We gaan het nummer draaien. Eventjes voor de luisteraars, hè. Indien zij meer willen weten over jullie, waar kunnen zij informatie vinden? Momenteel staat de clip op YouTube. En in de biografie van Anders kan je van alle informatie vinden over Adia Nomidu. En dan je kan het nummer ook beluisteren op Spotify, Apple Music en Deezer. Dus. Nee. Op de eerste plaats heel erg bedankt dat vanmorgen live hier in de uitzending was. We gaan het mooi afsluiten. Zou je het zelf aan willen kondigen, het nummer? Ja. Ja, doe maar. Dan gaan we nu luisteren naar Adia Nomidu met The Mouth of Kintyre. Goed zo. Bedankt en de groetjes aan Bettina. En wie weet tot de volgende keer. Fijn weekend nog. Ja. Doei. Dankjewel. Doei. Bye.